Nee, ik ben ooit gestopt met geneeskunde. Voor, om dit te gaan doen. Dus mijn ouders super trots. Ik dacht, dit is inderdaad wat je moet doen. Nee, mijn moeder komt wel eens langs. En dan komt ze kijken hier mijn show. Dan belt ze op en dan... Ik was vlak bij de Albert Kuipmarkt. Het was iets te laat. En toen had ik gebeld van, loop maar wat over de markt. Ik kom er zo aan. En toen was ze wat over de markt gelopen. En dat had ze bij een kraampje als een tas willen kopen. Maar dat had ze niet genoeg geld voor bij zich. En dan denk je dat je een probleem hebt. Maar mijn moeder heeft de gave om met onbekende mensen een gesprek aan te knopen. Alsof het al jaren de beste vriendinnen zijn. Toen had ze gewoon van een vrouw wat geld geleend en had ze die tas gekocht. Maar mij vertelde ze dit hele verhaal pas na de show. Ze dacht, nou, dat is een beetje laat om dat geld terug te gaan brengen. Ze zei, nee, dat kunnen we nog heel de avond doen. Ik zei, oh, oké. Dus toen liepen we terug richting de Albert Kuipmarkt. Voorbij de Albert Kuipmarkt. 3-4 straten verder naar de Ruisdalkade. Naar een rood verlichte gracht. Want blijkbaar had mijn moeder geld geleend van een hoer. En kijk, er is niks mis mee om geld te lenen van een hoer. Maar ja, weet je hoe gênant het is om met je moeder naar de hoer te gaan? En mijn moeder ook op het eerste beste raam kloppen. En dan kwam ze met die nutteloze informatie van... Hey, hallo, ik ben Stefans moeder. Wij zoeken Natasha. Weet je waar Natasha is? Want Natasha kan nog geld van ons. En ik denk, wat?